Goedenavond allemaal en welkom op het trek-event Herfst-Winter 2018-2019. Ontdekkingsreis van trends in de modewereld, dat wordt het. Een nieuw modeseizoen met nieuwe modetrends heeft altijd een uitgelaten gevoel. De modetrends voor Herfst-Winter 2018-2019 zijn fantastisch en inspirerend. We kunnen ons hart ophalen. Kleur is nog steeds de trend. En verder gaan we mix aan stijlen en invloeden zien. Vol details, prints, warme kleuren en bijzondere combinaties. Je ziet vandaag tijdens de show een gevarieerde collectie waarin al deze trends zijn opgenomen. Laat de herfst maar beginnen. Dan wil ik jullie nu voorstellen aan onze mannequins en dressmen. Lucelle. Sophie. Ik heb twee jassen voor, hè? Een heel print zien deze winter. Bijna zeg de zomer hebben we net gehad. Het is nog bijna zomer, maar herfst-winter gaan we veel print zien. Veel strepen. Alles mag door elkaar gedraaid worden. Als de kleur maar overeenkomt. Dankjewel. Dit is van Sandwich. Ik vraag alles van Sandwich. Maar let ik even op de ketting hoe mooi dat erbij is. Dat past mooi bij elkaar. Ja, ja hè? Ja. Dankjewel, Christian. Sophie draagt jas van Beaumont. Eenvoudig mooi. Zwart weer altijd goed. Alles afgemaakt met vet. Dat was heel grappig. Staat je goed. Ook een Sandwich outfit. Het is een wintermode waar je veel inspiratie in opdoet. Dat zullen jullie zien. Jullie draagt een stoere merk van Vanguard. Stoere jas. 179,95. Een Vanguard trui eronder. Overhemd. Ook voor de mannen veel donkerrood. Veerkleur. Stoofbeertjes moet ik allemaal zeggen. Die kleur is het. Let ik even op de schoenen. Bommels. Alles heel bijpassend. Dankjewel, Marie.
je hebt een jas van Bloomfield staan. Mike draagt het graag van zij. Je hoeft niet per se alles van één merk te kopen. Het is het mooie en bijzonder ook wel dat het zo leuk gecombineerd kan worden. Denk daar trui. Ook streep voor de mannen, veel gezien. En dan mag dus rustig weer een bewerkt overhemd onder. Hoog de mannen ook eens wild zijn, hè? Hè, Mike? Ja, zeker. Ja, staat je goed. Dankjewel. Espresso. Kijk eens hoe mooi dit met elkaar is. Geel, okergeel. Je ziet er veel deze mensen. Laarzen in mode. Super mooi stelletje. Duimpjes. De mode gaat veel drukker worden. Dat is even wennen voor de meesten. Maar ruit en stip, alles mag met elkaar in doorgaan. Het is een geheel, maar het is geheel, het is 12. Je mag best nog leven uit, Lucel. Het is gewoon een heel leuk jurkje, hè? Kijk, zit jullie gewoon, dat hebben we hartstikke. Voor de deur deze winter. Het zijn gewoon heel mooie prijsjes. Best is 59,95. Trui 39,95. Leuke modellen. En nu al in de winkel dus. Nou, Kelly, je was helemaal mooi met stijl van... Ja, de wies op de deur. Zie maar, je kunt het oneindig niks, hè? Hoe mooi zijn de accessoires? Net zowel de schoenen, de petsjaal, ja, maakt het pot compleet, hè? Ook zo'n vest wat je er lekker even overheen gooit als je het koud hebt. Of even om te winkelen, of niet altijd gelijk een jas te pakken. Vest is zo ontzettend handig. Ja? Maakt het geheel heel vrouwelijk weer. Espresso. En ook het detail van de broek zit dezelfde kleur in als het shirtje. Mag dan even een keer langs inlopen zo. Kijk. De zak is afgewerkt met helemaal in dezelfde kleuren wat ze aan heeft en testen. Het zijn wel leuke details. Sneakers, schippen. Het mag allemaal hangen. Het is een winter waar je heel veel kan. Mode gaat alle kanten op. Leuk sjaal bij, sjaal die bij past bij het structuurtje weer. Alles op elkaar afgestaald. Dankjewel, Sophie. Ja, de fietsbaan. Jordi heeft de zin in. Zeker. En Jordi heeft het ook helemaal niet warm. Nee, wel. Nee. Met de zomerjas. Maar Jordi, het staat mooi. Lekker stoeljas. Reset. Ook bij Jordi mag de winter komen. Deze lengte. De groenachtige. Hier ook de groenachtige met de ijsblauw. Dus het zijn kleuren die het goed bij elkaar doen. Vanguard. Ja, Jordi laat het allemaal eigenlijk niet door elkaar. Ik vind het toch wel de kracht op van Olympisch. Ik heb nu heel veel ook patroontjes in de offerende.
Moet ik altijd even bijvertellen dat het zo fijn is, je hoeft er zo weinig aan te strijken en het is voor menig vrouw ideaal. Ja. Want mannen gaan nog steeds even lang. Maar vet, hè? Of niet, Mike? Zeker. Bijpassend schoenen. Ook sneakers. Lekker barfvest. Dankjewel, Mike. Ja, dat is jas is van Beaumont, van lekker teddy, broek is van Rosne, lederdoek. Rosne zit altijd mooi hoog, fijne broek om aan te hebben. Ja. Nou, heel ietsjes meer, maar je hebt dan ook net wat meer. Ook hier de groen met, dat, met spijker, groen-blauw. Ja, is dat wel een toppetje deze winter. Mooie spijkerbroek zonder met strik. Je ziet veel strikken. Alles een beetje hoger aan de hals, gaan jullie straks nog een keer zien. Maar veel strikken en toeters en bellen eigenlijk. Van een treffelstof, deze van Bruxelles. Dankjewel. Teddyjassen maken de collectie helemaal af. Wat ik net al zei, dit ook is een jas met heel veel verschillende soorten materialen erin. Teddy, surdine. Is, van Beaumont is dan ook 249 euro, maar komt ook echt door de materialen. Je ziet het gewoon, het is een mooie jas. Zacht, warm. Ja, alles wat een jas moet hebben. En mooi, vooral de uitstraling is erg mooi van deze jas. Nu een keer een heel andere kleur, een beetje aqua groen. Maar wel weer heel mooi met donkergroen. Bijpassend blaadje. Denk op koolgreen zo te zien. Wordt gelijk gecorrigeerd. En dat is een mooi vest. Maar dit is een sjaalponcho. Een hele andere look. Eén accessoire en totaal een andere look. Leuke prijsjes. Ik weet zo niet van die kost, maar zal niet duur zijn. Kun jij zo zien? 25. Oké, 25. Nou, mooie prijs toch? Van Sofie ook weer lukt. En met alles door elkaar. Keurig, leuk door elkaar. Dankjewel, Sofie. Het zit een sjaal. Nou, zo'n sjaal doe je om als sponsor. Je gooit op een jurk of een jas. Altijd mooi. En een pittig kortjekje erop. Heel mooi bij de laadjes. Maar let hier gewoon even op het detail. Het jurkje van Jane Muska is heel mooi afgedrukt met een gouden randje. Maar je ziet ook weer een beetje de pantengoud ook weer terug in haar laadje. Het is allemaal zo goed geweekt. En een staal door elkaar af. Dus Jane Muska is treffelstof. Lekker voor in de koffer een kreuk. Prachtig mooi werk. Wij passen een tasje, ja. Dankjewel. Jullie met een hele mooie groenachtig zwarte bikerjasje. Lekker stoer, kort. Pittig. Hier is 89,95 de broek. Om maar zo eens een keer een prijsje te noemen valt. Met een mooie, mooie gasbroek. Ook groen
de groep voor de mannen. Ja. De monniken met donker rood. En blauwachtige zijn, ja, dat is altijd natuurlijk voor de mannen. Trekt helemaal mee. Ja. Hier wordt nog gauw even de nieuwste van het nieuwste aangedaan. Vele kleuren groen aangegeven maait u door elkaar. Stoppen ook weer door elkaar. En in stipsels. Op de schoenen bommels. Heel mooie paars. Oh, oh, ja, in de schoenen zie je gewoon exact dezelfde kleur zitten dan de trui. En dan maken we helemaal de bloemetjes heel goed gestaan met dit weer. Die ondertussen. En volgens zie je ook nog eens heel erg fijn. Een beetje in een krokodil leer. Dankjewel, Marie. En Lucel, dierenprins, ja, echt niet, ook niet weg te denken. Heel veel dierenprins, door elkaar, met elkaar, het mag. Heeft ook een keer een geintje, ja, dat laten we straks weer bij een ander zien. Is ook niet keuze. Het stelletje wat Lucel er onderwerp is van Tramontana. Heel mooi. Ja, maar dan nou is het dus, kijk, mixen. Schitterend. Ja. Daarom is het ook wel leuk om een keer met z'n tweeën te lopen. Nou, ik vind het een heel mooi pleintje. Moet je die kant zijn? Hele mooie jas, ik vind dat in deze kant ook mooi. De achterkant, hoe leuk dat het achterwerk is. Allemaal aan elkaar gestikt, het heeft zo'n roezel op de armen. Maar ook dat nieuwe laarsje, die nieuwe lente van laars, die komen heel mooi met zo'n kort jurkje. Collectie aan schoenen. Maar hier ook weer zien we verschillende pantenpintjes met elkaar, zo sociaal. Ja, dat mag. Het mag allemaal. En zelfs die kastje is ook weer leuk gevoerd. Allemaal net andere puntjes, maar alles mag bij elkaar, want de kleuren zijn gewoon hetzelfde. Heel mooi, Sophie. Dankjewel. Christine draagt de jas van Reset. Lekker lang. Ook dit weer warm. Heel licht in het dragen. Je voelt bijna niet dat je jas aan hebt, of toch heb je de warmte van. Donsjas. Heel licht, maar wel warm. Mooie lente laag erbij. Ook hier weer het detail van het kraagje, van het trui wat je eronder hebt. Tas, ja. Tas bijpassend, ja. Maak je rondje maar. Het is van Tramontana. De blazer wat ze aan heeft is 99,95. Je kan het ook als jas dragen, hè? Of zo'n autojas moet je dan een beetje zien, denk ik. Bijvoorbeeld een grijze strepen broek aan. Ja, dan staat het kraagje niet bij, maar staat de trui kan er wel op. Dus dan haal je het kraagje eraf. Heel makkelijk. Maar je mag de jas toch even uitdoen. Je hebt zo'n leuke rok. Ja. Ik wil toch naar die rok ook in, want dan heb ik niet alle kleuren dan. Nou, geen rukje samen, dat is ook leuk. Je gaat zo snel elkaar. Ja. Kijk, die rok heeft zo'n mooie pies. Ja, kijk. Ik van de rok heeft zo'n mooie pies. Jullie hebben er niet, nou, ik heb er niks van verteld. Dus dit is nog de extra detail hier. Jonny draagt een blazer op Colbert van Marco Mancini, 179,95, Suadine.
eigenlijk kan je heel, ja, vrij veel combinaties doen. Ik was bij je op het zwart-wit, bij het blauw. Precies hetzelfde puntje erin, print dan met deze. Maar let vooral op weer op de schoenen, hoe mooi dit hier erbij gekomen is. Dat geel haal je precies weer uit. Ja, ja, en de vet. Dankjewel. Heb je de baan gedaan als je op de fiets zit, capuchon. Met pet, mag je er ook gewoon bij ophouden. Vind je ook leuk. Wat je nu veel voor de man gaat zien is een coltrui deze winter. Eenvoudig mooi vind ik het eigenlijk. Gewoon helemaal blauw. Coltrui is elegant. Onder couvert, maar tegelijk ook stoer. Dankjewel. Ook weer zo'n aaibaar stokje aan de jas. Lekker comfortabel in het dragen. En heel vrouwelijk. Wat valt er ook aan de kleuren dit najaar? Ten eerste zijn het vrij felle, heel mooi met klaproos te combineren. Dat doet het ook goed hoor. Maar we hebben er nu echt een mooi blauw draaitje onder gedaan. Ook heeft wat hoger aan de hals. Ja, dat is expres zo heel vrouwelijk. Deze broek wordt dan ook wat lager gedragen. Ja, mooi. Dankjewel, Christel. Sophie, jas van Reset. Ja, maar even de kleur in terugkomt, dan is het eigenlijk je outfit af. Je moet de kleuren gewoon terug laten komen. Maakt niet uit wat je aan hebt als je het aan hebt, als je de kleur maar terug laat komen. Dan is het al gauw goed. Tramontana klopt wat je aan hebt. Ik heb niet al gezien, klopt Tramontana. Ik vind trouwens de blouse zo mooi. Heel mooi achterwerk aan de mouwen. Ook bovenaan het bordje bij de hals. Erg mooi, top op. Kijk, zo mooi. Heel vrouwelijk ook. Maar dit mag, hè? Rood lijstje, roze blouse. Is oké. Dankjewel. Een raincoat. We hebben nog eens regen in Nederland. Nou, dit is heel trendy. Het wordt nu niet alleen meer als het regent gedragen, maar je mag het ook gewoon zo dragen. Het is ook gewoon een hele mooie jas om zo te dragen. Ook heel handig als je een hond hebt met een hond uitlaat. Ja, heel handig voor jou. Ja, de broek valt hier vooral in onze zon. Hoe mooi is dit? Prins. Bloemen. Straks gaan we ruizen, nu zijn het bloemen. Het gaat echt druk worden. En dat moeten we allemaal even in ons hoofd hebben. Vanmorgen wordt het echt een stuk druk. We zijn allemaal niet zo gewend, maar het gaat boven een mooi donkerrood bloesje, een mooi strik achteraan. Gewoon heel. Het is expresso wat ze aan heeft trouwens. Jordi, met een heel lekker zitten jas, toer. Ook de stoere schoenen ook gewoon, hè. Hoekjes, ja, zo'n motor vind je bij de mouw. Stoere kop. Ja. Oh.
Ik moet wel lachen, want zelfs een strikje aan je schoenen daarachter of een dingetje is zelfs donkerrood. Je mag bijpassen hè, bij je fles. Ja, bij de taal. Kijk even naar de prijsjes. De prijsjes zijn ook heel mooi van Bloomfield. Ik denk 79,95 zoals het best. Maar het is heel duur. Nee, 89,95. Dat is een heel mooi bedrag. Mike in het blauw. Mike draagt hier een sportief. Eigenlijk is het een kostuum. Dus kijk, dit is een kostuum, maar je kan rustig zeggen, ik draag de blazer op het colbert. Je mag het colbert een sportief dragen. En zo maak je gewoon een feestje van als je net vroeger ook voor je werk van zijn poot. Dat is... En ook hier weer nieuwe geel bijpassende sjaal. Bloomfield's de prijzen. Kijk vooral naar de prijzen. Zo mooi gedaan. 89,95 denk ik. Ook de man mag de trui wat strakker dragen. Het hoeft allemaal niet meer zo bij te zitten. Ook de ogen zitten allemaal strakker op het lichaam. Bijpassende sjaal, schoenen. Dankjewel Mike. Verschillende kleuren groen. Fluweel jasje. Tramontana. Het hele stelling is van Tramontana. Ik ben voor ook 79,95. Fluweel zacht, fluweel mooi. Maar het zit nu keurig gecombineerd op mijn paarden, die violette laars. Het glansje tegemoet. Ja. En weer een vaalachtig t-shirt eronder. Dan maakt het weer subtiel in voor stoerjasje. Met verschillende materialen. En het laarsje maakt het weer chic. Doe je je keertjes gewoon onder, dan kan je het ook weer zien. Al lak kan ook in het groen. Heel mooi. Op de ketting, tas, alles bij passend. Dat moest heel snel gaan, hè? Dat zie je wel. Echt aanwerken, ja. Nou, ook dit. Ruit. Ruit. Is deze mensen niet weg te denken? Veel ruit zien. Alleen, dit is een hele prijs van broek. Het merk in Shin. 59,95. Hij is meer. Het is zo'n leuk blankje. Gewoon even geduld hebben. Ook hier de schoenen, de lak. Kijk, wat hier zo leuk is, dat het mouwtje van de blouse wat ze eronder heeft. Ja, kijk eens hoe leuk het is. Het maakt het veel te fris. Anders. Veel dingen hoog aan de hand. Er mag echt wat onder. Een kraagjes, losse kraagjes. Dit soort dingetjes, wat zij trouwen. En wat ze onder hebben, is van de Tramontana. De trui is van Kools. Dankjewel. Jordi.
het wordt niet heel dik. Het blijft wel voor een mooie jas niet dat je er gewoon heel dik in wordt. Je hebt gewoon water eraan. Doe industrie. Mooi. Ook de broek, het is een chino, een strikzak. Maar toch zit het mooi strak op de benen. Ik vind het ook een wat nettere broek. Heel jong. Hier zit Jordi op streektrui aan, maar toch heeft hij weer een bewerkt overhemdje eronder. Het mag. Mooie schoenen. Zie je ook hier de print van de print. Maar ik heb geen kaart. Ja, hier ook weer groen. Groen moet het niet doen, zou ik dan maar zeggen. Ja. Let vooral hier zit de schoenen, hoe mooi dit bij is, een groene vanuit het trui zit. Ja. Je hebt ook een heel mooi overhemd daaronder. Maar hoe mooi breisel dit ook is. Ja. En ook een overhemdje, een strakke broek, ook de spijkerbroek voor de mannen, het is allemaal wat strak. Ja, mooi hoor, dankjewel. En Lucel. Goeie tweetjas. Ik heb weinig over te zeggen eigenlijk. Pas ook wel bij. Het is vaak in dezelfde regel klaar. Dus veranderen is hier ook mogelijk. Altijd handig met eigen atelier. Dit is eigenlijk een mannenpak, hè? Vrouwen in een mannenpak. Hip. Straks had je rood aan en nu mooi grijs. Het staat je gewoon goed. Denk niet dat het mannenpak saai of mannelijk wordt. Ook een draadje, een strikje. Heel klein detail, hè? Een zwart strikje, zwarte schoenen. Kleur komt terug, dat is oké. Ik kan het niet vaak benoemen als de kleur wat terugkomt. Zit er nu mooie rode vest overheen, een rode laars. Ja, daar kan je best mee aankomen hoor. Ja, zeker weten. Bijna boven, dat eigenlijk. Vrouwen, ja. Bijpassende sjaal. Ja. Schoenen Hermans. Hermans heeft een mooie collectie aan schoenen. Doet zich best uit en heeft een treffelkwaliteit. Weer een fijne kwaliteit. Kreukt nooit. Blijft mooi in de was. Ja, iedere vrouw moet wel zoiets in de kast hebben. Dat willen we niet meer. Het is al een paar jaar, maar het is niet meer te denken. Het raakt zo comfortabel. Dankjewel. Zo, ze vindt in eerste geval mijn laarzen aan, joh. Je hebt een heel mooi stelletje, maar nu moet ik nog echt zeggen, de laarzen, ja. Heel mooi. Heel mooi van kwaliteit. Er zit een laagje overheen, dus met de eerste beste regenbuien gaat er echt niet... direct doorheen. Hele mooie zakken. De zakken, als je de handen in doet, dan zal je voelen dat het heel lekker warm van binnen is. Er zit een zachte voering aan de binnenkant. Dus eigenlijk hoef je niet gelijk jassen aan, want in jouw zak er zit een zachte voering in. Dus je handen hou je lekker warm als je buiten loopt. Een veste jasje, zo noem ik het. Expresso. De broek is leddenloof, maar aan de zijkant hebben ze toch weer een leuk detailje voor de strik. Ook een leuk stelletje. Jullie draagt kostuum van Beagle. Beagle, moet ik wel zeggen, zoals Jordi in dit geval, maar
Jij is helemaal mooi maat 50, maar mocht de meneer zijn het iets meer buik, dan kan je gewoon een aparte broek in maat 52 kopen. Dus het is los van elkaar, gewoon de maat door elkaar is te verkopen. Maar je hebt heel veel mannen die niet helemaal gelijk zijn. Jij dus wel, want dan zou ik jou niet wel vertellen. Dus het is een mix en match, zoals ik dat zo mooi vind. Jullie hebben ook een heel mooi overhemd onder van Olay. Als je goed kijkt, zie je er een bloembotje in. Oh. Kijk hier, dames. Dan zit gewoon een bekje in het overhemd. Je ziet het niet op afstand, maar het is toch wel heel mooi, hoor. Ja. Ja. Wij passen de schoen. Jullie, dankjewel. Gewoon ook ik met de mensen om de roepsteken te laten zien. Roepsteken Maya, maar dat doet u zo. Dat is gewoon net voor je laten zien. Zwart overhemdje. Leuke schoenen. Lucelle. Mooi. Tramontana, bloemen, knallen. De laatste ronde gaan we even knallen. Kerstzacht, roze, in de verveiling te vertellen. Het is mooi. Nieuwe lentelaars. Ook de sjaal kan je ook als poncho dragen. Die zou je even voor hebben. Dat is een hele mooie brede sjaal. Prijs. Ook weer zo'n leuk prijsje van 25 euro, denk ik. Daar zal het om zitten, denk ik. Kijk eens hoe leuk dit is, hè? Dan doe je het gewoon als poncho. Heb je helemaal iets even zwarts aan met zo'n sjaal? Dan maak je het gewoon even leuk voor 25 euro. Een heel ander stelletje. Ja, maak het best wel ook nog wel even uit. Maar je hebt, vind ik ook wel leuk. T-shirt. En u zou kijken, je kunt dus ook het jasje mag op je broek gedragen worden. In Amsterdam doen ze dat. En dan lopen ze echt helemaal zo als pepper. Gewoon één kleur, huppakee. Helemaal gebloemd. Maar ook hier weer detail streep in het rond, bloemjasje. Langs schoentje. Heel erg mooi. Dit is gewoon de laatste ronde, dus gewoon nog maar een keer een rokje. En nu is er van niks. Dit gaat u straks ook laten zien. Het jasje is aan twee kanten draagbaar, wat Sophia heet. En het jasje kost maar 89,95. Het mag, hè? En op de trui. De trui is 79,95. Met strikken, dat bloesje eronder, compleet. 79,95. Rok. Ik kan het haast niet voorstellen, maar ik heb hier staan 49,95. Maar ik weet niet of dat goed is. Kijk, zo is het ook heel erg mooi, hè? Ik moet zeggen, het was binnen. We hebben gelijk al drie van deze jasjes gekocht. We hebben er nog een paar, maar we hebben er alweer een paar bij besteld. Niet dat straks heel groen met hetzelfde jasje, of we houden zoiets van. Volgens mij gaat iedereen dit heel erg leuk vinden. Dus we hebben alweer een paar in de backboard staan. Dankjewel Lucelle, dankjewel Christine, dankjewel Sophie, dankjewel Jordi, dankjewel Mike.